met die handboeien? Nee, ik ben arm! Stop! Wat zou je aan doen? Hallo, hooggeboren. Staat u al lang daar te kijken? Wat staat er in de erecode voor ridders? In de erecode staat... Oh, het is lang geleden dat examen. Geen moord en doodslag. Het was iets met vrouwen, met dames, edelvrouwen en weduwen. Dat je die ten allen tijde moet beschermen. Ah ja, dat was het. Het was beschermen. Ja, dank u wel. En wat heb jij net gedaan? Hij heeft mij geslagen en beroofd. Ja, maar zijn boerin. Hè? Geen edelvrouw of een bent u weduwe? Beden! Boerinnen zijn ook vrouwen. Ja? Hè? Wacht even, is dat echt waar? Ja, natuurlijk, ja. Is verdorie niet de eerste keer met jullie ook, hè? En jij, waarom heb jij die man geslagen? Hè, die priester? Omdat hij wilde ze zoveel bekers niet geven. En toen ja, dat is toch logisch, toch? Maar dat is een priester. En priesters moet je be... Roven? Be... Nee, bespreken. Besnijden! Bedriegen! Beschermen. Schermen. Jullie zijn een stelletje ridders van niks, zeg! Jullie hebben echt danig teleurgesteld. Hé, jij. Wat staat er nog meer in die erecode? Niet vechten om geld en weerloze mensen niet slaan. En wat heb jij net gedaan? Dat is een boer. Boeren zijn ook mensen. Oh ja, joh? Serieus? Zijn boeren ook mensen? Oh, dus dat hele idee van geen geweld, dat geldt ook voor boeren. En voor zieken en voor geestelijke. Gewoon geen geweld. Ja, maar waarom hebben wij dan wapens? Om te knokken in de oorlog tegen soldaten. Jullie gaan je excuses aanbieden. Sorry. Nee, zeg. Jullie gaan er aan toe. Ja, je kijkt ze in de ogen en dan zeg je sorry. Sorry. Duizendmaal excuus. Sorry voor uw ham en voor uw man. Ik ben niet dood. Stel dat je ridders van niks. Hop. Het is ook nooit goed, hè? Nooit goed. Nou ja. Dag boeren. Volgende keer bij ons, hè? Oh, ik ben zo gelukkig. Ik ook. Ik heb jou, ik heb de tv en ik heb een gein. Nou, wat wil je nog meer? Ja.